Het thema van deze dag is glory to glory. Van heerlijkheid tot heerlijkheid. Dat is de weg van een kind van God. Als wij hem, die heerlijkheid, ook steeds opnieuw in een spiegel gaan zien. En de tijd voor nemen. En de aandacht voor nemen. God in zijn heerlijkheid, met hem bezig te zijn. De heerlijkheid. Wat is de heerlijkheid van God? Ik weet het niet. Ik denk dat het ook niet in woorden is uit te drukken. De heerlijkheid van God is zoiets als iemand in de wereld die een, wat wij noemen, een charisma heeft. En wanneer heeft iemand een charisma? Ja, zegt u het maar, wanneer hij indrukwekkend is, wanneer hij indrukwekkend spreekt, handelt. En soms, en meestal noemen wij iemand met een charisma als hij zonder wat te doen, zonder wat te zeggen, een uitstraling heeft. Ja, toch? Zonder woorden en zonder daden zien we in de wereldse mensen een charisma, een heerlijkheid van die persoon. Niet van God, maar van die persoon natuurlijk. Dat is een heerlijkheid. Maar als de heerlijkheid, als we het hebben over de heerlijkheid van God, dan is dat wat God is en wat God, nee, niet wat God kan doen. Want dan gaan we weer af op de gaven en de zegeningen. We moeten hem volgen om wat hij is. En niet om wat hij voor mij kan doen. En hij is zoveel meer dan een mens kan zijn. Moet ik dat nog voorbeelden aanhalen? De heerlijkheid van God is, als de heerlijkheid van God in een dienst, zoals vandaag, gelooft u dat? Aanwezig is, God aanwezig, echt aanwezig is, zijn in zijn heerlijkheid. Dan, voorbeelden in het Oude Testament, wees daar niet bang voor, dan kunnen we niet op onze voeten blijven staan. Priesters konden niet op hun voeten blijven staan. Het volk kon niet, ook priesters, konden niet die ruimte binnengaan door de aanwezigheid van God. Halleluja. Mensen vielen door de ervaring van Gods heerlijkheid op hun aangezicht voor God in diepe verootmoediging. Dan verdwijnt, dan smelt alles wat in onszelf smelt weg. Alles wat wij denken dat goed is aan ons. Dat smelt weg. Door de warmte van zijn heerlijkheid. Dat is eigenlijk de kern van de boodschap. De heerlijkheid van God moet terugkomen in zijn tempel. In zijn gemeente. In zijn kerk wereldwijd. Maar ook in het morgenlicht, zeker weten. Wie is het daarmee eens, die steekt zijn handen op. Mag je gerust zeggen, want ik vind het ook. En wij moeten, wij kunnen, daar heb je het weer, meewerken aan die verandering van de sfeer in de gemeente. Laat het niet aan de pastors over, laat het niet aan het kernteam over of aan andere werkers in de gemeente. We zijn allemaal een deel van zijn tempel, een levende steen. Dus, ik ben altijd van mening, en dat zeg ik ook nu, niemand is belangrijker. Elke steen is belangrijk. Want als één steen ontbreekt of niet goed functioneert, dan wankelt het hele huis. Heerlijkheid van God. Ik heb me heel lang afgevraagd, echt heel lang afgevraagd, als er geschreven staat, zoals in Openbaringen, van de heerlijkheid zij aan God. Hè, als aanbidding. Hè, als de scharen in Openbaringen in de hemel zegt, de heerlijkheid is aan God. Ook andere dingen, maar ook de heerlijkheid is aan God. Dan denk ik, dacht ik altijd, ja, dat is toch al een vaststaand feit, zijn heerlijkheid.
Maar dat had verband met verheerlijking. En verheerlijking, dat doen wij als mens. En onze verheerlijking, wat is verheerlijken? Dat is loven en prijzen. Hè? Met onze monden, zeker met ons hele lichaam. Gemeente van Christus, laat ons met ons hele lichaam God prijzen. Wilt u op uw knieën gaan? Ga op uw knieën. Ook daarin moeten wij als morgenlid vrijgemaakt worden. Van de oude tradities. Van de oude cultuur. En we moeten de hemelse cultuur aannemen. Wat daar in de hemel gebeurt, kan hier al gebeuren. Zodat we makkelijk kunnen overgaan. De heerlijkheid. En ik heb het nu begrepen. Door onze verheerlijking, we geven hem dus de heerlijkheid, dat is een reactie van het ervaren van zijn heerlijkheid. Als je zijn heerlijkheid ervaart, dan ga je hem verheerlijken. Niet meer prijzen en loven en danken en zingen, maar in dat alles hem verheerlijken. Mooi, hè? Is Gods plan voor ons allemaal door zijn genade. 2 Korinthe 3, vers 6. Hij heeft ons namelijk bekwaam gemaakt om dienaars van het nieuwe verbond te zijn. Niet van de letter, maar van de geest. Want de letter doodt, maar de geest maakt levend. Daar zei ik ook altijd heel gauw amen op. Maar ik begreep het niet. Niet zoals ik het nu begrijp. En dat vind ik zo bijzonder. Dat God in de laatste dagen zijn woord opent. Dank als u daarvoor gebeden hebt. Ook voor alle andere sprekers. Dat is nodig. De letter dood, maar de geest maakt levend. Ik dacht altijd, de letter dood houdt verband met de kennis alleen. Dat is niks, dat gaat dood. En natuurlijk is dat een waarheid, maar dat is niet de betekenis van het zinnetje. De letter dood, maar de geest maakt leven. Ja, dat laatste, dat is logisch. De geest maakt leven. Maar hier wordt eigenlijk gesproken over twee verbonden. Het oude verbond in het Oude Testament. Ik probeer het zo duidelijk mogelijk te vertellen, die Heilige Geest vraagt de Geest om u te helpen daarin en uw verstand te openen. Het oude verbond was gebaseerd op de 10 geboden. Die God had gegeven aan Mozes. U kent het verhaal, boven op de bergtop. Mozes moest naar boven komen, want God was daar in een wolk. Mensen konden hem niet zien, want hij was in de wolk. Maar Mozes mocht daar naar binnen gaan. En God had daar, ja, bijzonder, en ik geloof erin, want God is God. Had daar op 2 stenen tafelen, zoals ze dat noemen, 2 stenen platen van steen, had hij de 10 geboden met zijn, zo staat er, met zijn vinger ingeschreven. Kan u dat? In steen iets schrijven met uw vinger? Niet. God wel. En dat maakt het al bijzonder. God zelf. En dat is al een bewijs dat dit van God kwam. Ja, toch? Goed. En die geboden waren door God zelf ingeschreven. En Paulus zegt hier dat dat verbond dus van dat verbond van de letter was. Ik zal het u verklaren. God maakte in dat verbond, de 10 geboden, zijn wil bekend. Niet stelen, geen overspel plegen, voor echt breken. Eert uw vader en uw moeder, ook heel belangrijk in deze tijd. Enige gebod met een belofte, eert uw vader en uw moeder en u zult een lang leven hebben. Er staat niet bij niet stelen en dan zult u lang, nee, alleen maar dat ene gebod. Hoe belangrijk vindt God dat je vader en je moeder eert.
Maar Paulus noemde dat verbond, houd het even goed vast, zegt van dat verbond, de letter van het oude verbond dood. Ik heb me dat ook altijd afgevraagd. De letter komt van God. En dat dood. Begrijpt u het? Ik nu wel. En u gaat het ook begrijpen. Ik hoop dat ik het zo goed mogelijk kan uitleggen. Waarom leidde dat oude verbond naar de dood? Dat was geen opzet van God natuurlijk. Hij gaat niet zeggen, nou, ik geef je Mozes die 10 geboden en dan ga je sterven. Ja, dan zou je zeggen, ja, met alle respect gezegd natuurlijk. Ja, hou dat dan maar bij u op de bergtop. Ja, toch? Bij dat verbond, de 10 geboden, alle geboden eromheen. God gaf het, waardoor ze een spiegel hadden en daardoorheen konden zien. Oh, ik eer mijn vader en mijn moeder nog niet. Dus dat is niet goed, ik sta niet goed. Zie je? Dus het gebod, die 10 geboden, openbaarden wat verkeerd was. Wat God niet goed vond. Maar wat moesten dan die Israëlieten doen? Het was toen alleen voor de Israëlieten ook nog een groot verschil. Niet voor ons, heidenen, toentertijd. Zij kregen geen kracht om te doen. Zij hadden geen kracht om te gehoorzamen. Wij in deze tijd hebben de Heilige Geest, daar horen we straks wat van. Ze hadden geen kracht. Ze moesten gehoorzamen. Oké, en als ze daarin faalden, dan moesten ze offers brengen. Dat was ook een deel besloten in het oude verbond. Offers brengen om het weer goed te maken met God. En dat kon maar 1 keer per jaar, ook dat nog. En dan werd het weer doorgeschoven naar het volgend jaar. En dan konden ze weer om verzoening vragen. Maar in elk geval, ze konden het in orde krijgen met God door zelf iets te doen. Snapt u? Offers brengen. En dan zo met die offers het in orde maken met God. Maar omdat ze geen kracht hadden ontvangen daarbij, konden ze ook niet tot het uiterste gehoorzaam zijn, snapt u? En omdat ze dus dan faalden in die geboden van God, rustte het oordeel van God op hun. In hun zonde, in wat ze verkeerd hadden gedaan. Onder het oude verbond. Het oordeel van God rustte op hen. En het einde van het oordeel van God, dat was duidelijk, hij had het ook gezegd, want hij zegt ook, er wordt gezegd ook in het Oude Testament, de ziel die zondigt, die zal sterven. Dat is het oordeel van God, de vloek van God. Dus snapt u wel dat het oude verbond leidde tot de dood. Niet Gods bedoeling, maar zij die erin stapten, die konden niet gehoorzaam zijn tot het uiterste, omdat ze geen kracht hadden. En ook nu nog zou niemand daaraan kunnen voldoen. Maar we zullen dadelijk horen over het nieuwe verbond, prachtig. Zodoende bracht dat oude verbond, gebaseerd op de wet van de 10 geboden, de mensen onder het oordeel van God en daarna de dood. Denk aan het volk van God toen ze in de woestijn waren en morden tegen God, mopperden tegen God. En ze wilden zelfs terug naar Egypte, want daar is het toch altijd wel beter dan in de woestijn, terwijl God had beloofd. Kanaan, het beloofde land. En wat God belooft, dat doet hij ook. Maar ze hadden geen geloof. Ze stonden niet in het geloof en hielden zich dat niet voor zich, dat wat God belooft, zal ik doen, want zijn woord is ja en amen. En dat volk, dat mopperde. Ik ga niet hele verhalen daarover aanhalen, maar die kende het wel, mopperde. En toen kwam het oordeel van God.
daar heb je ook weer onder het oude verbond. Hij zei, jullie, deze generatie, die nu met mij, die nu door de woestijn loopt, die zal nooit het beloofde land bereiken. Maar jullie zullen sterven in de woestijn. Daar heb je het, een heel goed voorbeeld. Onder het oude verbond. En je zult denken, nou, God is hard. Maar de vrezen Gods hadden de mensen ook niet. Dus ja, wat vindt u daarvan? Nou, maar wat zei God? Hij zei dat, hè, die generatie gaat voorbij en die zal sterven. Zal nooit het beloofde land Kanaan ingaan. Maar ik ga een nieuwe generatie opwekken. Van nieuwe mensen. En ik denk aan een nieuwe generatie vanaf dat moment. Aan jonge mensen, natuurlijk. Hij gaat niet oude mensen opwekken. Ik bedoel, want die behoorden tot de voorgaande generatie. Die generatie zal niet ingaan. Het Kanaan. Een nieuwe generatie. Jonge mensen in ons midden. Dat geeft God mij nu. Voor jullie is het. Om het volk van God voor te gaan. We leven nu onder de genade, even een zijsprong. Ik hoop dat ik het niet verwarrend maak. Jullie worden door God, zijn door God aangewezen om de oudere generatie voor te gaan. Om in te gaan in de belofte van God. Voor de gemeente. Jullie zijn wel de jonge generatie, maar het wil niet zeggen dat jullie al meteen de generatie zijn die God bedoelt. Hier binnenin moet er iets nieuws. Ja, hier binnenin moet die nieuwe generatie ontstaan. Dat geloof ik, ja. En dan denk ik ook wel, als ik hier sta, dat dus niet alleen de jonge generatie qua leeftijd moeten opstaan, ook de oude generatie, want het gaat om je leven hier binnenin. Een nieuwe generatie waartoe u als oude, als tachtiger of misschien nog ouder kunt behoren en God wil dat u daartoe behoort. Maar er moet hier een nieuwe mens ontstaan. Een nieuwe generatie. Die ervoor gaat. Die voor de gemeente gaat. Die voor God gaat. Wat er ook komt op onze weg. En er komt van alles op onze weg. Juist als u de beslissing heeft. Ik ga ervoor meteen. Komt de boze. Ik noem het kindje bij de naam. Dan komt meteen de boze. Maar als u dat ervaart. Misschien als u hier zit. Ik ervaar zoveel aanvallen, aanvechtingen. Heeft u voor God gekozen, nog niet zo lang geleden? Heeft u voor God geleefd al langer, maar recent een nieuwe beslissing genomen in een of andere richting? Ervaart u de boze dan niet? Ik zou haar zeggen, dat moet wel. Zo begrijp wat ik bedoel. Maar als het niet is, prijs de Heer daarvoor. Maar wees dan wel waakzaam. Waakt en bid, want het komt niet aangewaaid. We moeten er iets voor doen. Goed. Maar gelukkig is dit niet het einde. Het oude verbond waar ik het over gehad heb. Want er staat ook, maar de geest maakt levend. Dat wil zeggen, het verbond waar de geest ruimte krijgt, in krijgt. Maakt levend. In het oude verbond was dat niet zo. De geest sprak en genade zelfs was er ook, maar het waren momentopnamen bij af en toe iemand die genade vond in Gods ogen. Maar de volheid van Gods genade, dat is in deze tijd. Als u genade nodig heeft, dan is het er. Niet als je had geleefd onder dat oude verbond in de tijd van Israël.
Dat was ik er ook niet hoor. Echt niet. Echt niet. Echt niet. Maar daarom ben ik God zo dankbaar dat hij een nieuw verbond heeft gesloten in zijn Zoon, Jezus Christus. Toen Jezus kwam, was hij de inzet. Hoe zeg je dat? Het centrum, de essentie van het nieuwe verbond. Alles draait in dat oude verbond, in deze nieuwe tijd, om Jezus Christus en die gekruisigd. En daarom zeg ik steeds, en dat gaat ook voor mij, ik zeg het tegen mezelf. Als ik niet meer blij kan zijn in het offer van Christus, dan ben ik een eind weg. Maar wel de verkeerde kant op. Want in het offer, vanuit het offer ontvang ik blijdschap, toch? Ontvang ik dankbaarheid, kracht en zoveel meer. Dan kunnen we zeggen, ja, maar God geeft kracht. Denkt u dat God kracht geeft als u zijn Zoon voorbij gaat in zijn offer? Ik denk het niet. Want dan moeten we hem wel eren, zijn Zoon. Halleluja. De Geest. En in het nieuwe verbond, laten we zeggen, aanvangende vanaf het Nieuwe Testament, Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes enzovoort, Handelingen niet vergeten. Dat is het nieuwe verbond en we zien dat bij Jezus komst en vooral zijn sterven aan het kruis en opstanding, genade kwam vrij, brak vrij in een overvloed. Want Paulus zegt daarom, mijn genade is u genoeg. Hij zegt het van God, mijn genade is genoeg voor u. Niet zomaar eventjes bepaalde mensen die geestelijk ver zijn en nee, in een overvloed. Waar ook de Geest, Handelingen was het boek waarin beschreven staat dat de Geest kwam in dat oude verbond. En dat maakte wat in het oude verbond was besloten, was beloofd, kwam tot leven door de Geest. Begrijpt u dat? Het verschil. En begrijpt u ook dat wij dankbaar moeten zijn voor de tijd waarin wij leven nu. Voor het moment dat u geboren bent in deze tijd. En u nog leeft in deze tijd natuurlijk. Want uw leven zou er heel anders hebben uitgezien, ik herhaal het, als wij, u en ik, wij zouden leven onder het oude verbond. Dat is duidelijk, denk ik. Halleluja. De Geest maakt levend, omdat de Geest alleen mensenharten kan veranderen. We kunnen zeggen, we hebben het een paar weken ook gehoord, dat woord en geest gaan samen. Maar we kunnen niet zeggen, ja, maar het woord van God verandert ons toch ook. Woord en geest samen. Altijd samen, hebben we toen ook gehoord. Altijd samen. Halleluja, zeg ik dan weer. Halleluja. En het geest geeft kracht om gehoorzaam te zijn. Ja, de geest, zegt de Bijbel ook, door de geest wordt de liefde uitgestort. Dat staat, zegt Paulus. Door de Geest wordt de liefde van God uitgezocht. En wat is belangrijker dan de liefde voor God om te kunnen gehoorzamen aan God? 2 Korinther 3, vers 7. Als nu de bediening van de dood met letters in stenen gegrift in heerlijkheid was, zodat de Israëlieten hun ogen niet op het gezicht van Mozes gericht konden houden vanwege de heerlijkheid van zijn gezicht, hoewel die teniet gedaan zou worden, hoeveel te meer zal dan de bediening van de geest in heerlijkheid zijn. Dus weer twee verbonden naast elkaar. Het eerste verbond, twee stenen tafelen, we hebben het allemaal gehoord. Maar bij dat verbond, dat oude verbond, om het zo met alle respect te noemen, kwam Mozes wel met een gezicht dat straalde van de heerlijkheid van God. Waarom? Omdat hij boven op de berg God had gezien. En zijn heerlijkheid had gezien. Ja, wauw.
En dat is ook inderdaad waarbij ik zeg, wauw. Ik durf niet te zeggen dat ik dat ooit zo heb ervaren. Heerlijke momenten, maar er is veel meer, laat ik dat zomaar zeggen. Er is veel meer. Er is veel meer. En we gaan dat ook in Awakening Europe zien. En als we het niet zien in onszelf in eerste instantie, dan zullen we het zien, de heerlijkheid van God, als duizenden, ik geloof daarin, zij hun leven aan God geven. In de Ahoy, in Rotterdam, hier vlakbij. U kunt er allemaal naartoe, als u dat wil zien. De wonderen van God. En weet u, dan snapt u wel, als we daarin, dat is een mooi voorbeeld, de heerlijkheid van God mogen zien in de Ahoy, als God mensen veranderen, als de Heilige Geest God mensen verandert, en ze zich geven aan de Heer, als we die heerlijkheid van God mogen zien, dan wekt het in ons ook een verheerlijken van God. En we gaan zelf van heerlijkheid tot heerlijkheid. We zullen dat zo lezen. Halleluja. En dan van het oude verbond, toch het verbond van de letter. En toch straalde Mozes met dat oude verbond in zijn handen. Maar wat was het? Wat ik herhaal het. Hij had God gezien. En God is onveranderlijk. Maar als dus, zegt deze tekst, als onder dat oude verbond de heerlijkheid van God zo zichtbaar was op het aangezicht van Mozes, hoeveel te meer zal die heerlijkheid te zien zijn en te ervaren moeten zijn onder dit huidig verbond waarin u en ik leven als gemeente. Weet u, ik denk dat wij allemaal, ook ik, zo gauw tevreden zijn met het leven dat wij leiden achter Jezus aan. Ach, zo kom ik er wel. Ach, God is liefde. En ja, ik bewust doe ik dat niet wat God van mij vraagt? Ik weet het maar, ach ja, God kijkt toch niet zo nauw. En God is liefde en er is genade. Vooral, er is gezegd, mijn genade is genoeg. Nou, wat lekker luizenleven heb ik als kind van God. Eigenlijk kan ik doen wat ik wil. En af en toe naar de kerk gaan, nou ja. En dan kom ik er wel. Je wordt misleid. Ontdek dat goed. U wordt misleid. Hoe lang bent u al in die misleiding? Misleiding leidt altijd naar de verkeerde kant. En je voelt dat niet direct, maar het gaat langzaam aan. Maar wel zeker. Langzaam maar zeker. En daar moeten we voor waken. Mensen allemaal, broeders en zusters, in onze midden. Het wordt tijd om te veranderen van koers. Een streep eronder zetten. Vergeten wat achter mij is, jaag ik naar het doelwit wat voor mij ligt. Halleluja. O Heer, uw woord is zo mooi. Halleluja. Hoeveel te meer zal nu de geest van God ons opwekken onder het nieuwe verbond. Die ons vergezelt bij onze ontdekkingsreis door het evangelie van Jezus Christus, de blijde boodschap. Is het voor u nog steeds een blijde boodschap die u hier hoort, ongeacht wie er spreekt? Want God is niet afhankelijk van de spreker, hij is het woord zelf. En die eer moeten wij hem leren te geven. Ik denk dat we nog veel te veel bezig zijn. Wie spreekt er straks? U zegt het niet, maar in uw hart. Oh, dan verwacht ik wel. Nou, het zal wel fijn zijn, maar niet echt. Oh, maar die, als die spreekt, en niet ik hoor, maar een ander, als die spreekt, oh, kom op jongens, we gaan lekker een fijne dienst tegemoet. Maar waar is God in dit alles? En daarom ook de verwachting van God. Gods woord is zo duidelijk. Het woord van God is niet moeilijk.
als je het maar wil verstaan. Halleluja. Wij leven in Gods nieuwe tijd, in het nieuwe verbond, onwrikbaar gebaseerd op het gebod van Jezus Christus in het Nieuwe Testament. Jezus sprak in het Nieuwe Testament over zijn nieuw verbond, duidelijk, hij sprak het zelf. En wat was het belangrijkste gebod waar het hele verbond op draaide en omheen draaide, was dit. Johannes 15, vers 12. Dit is mijn gebod. Wie zegt dat? Jezus. De auteur van het nieuwe verbond, die zei dat dit is mijn gebod, dat u elkaar lief hebt. Zoals ik u lief gehad heb. Dat is de basis. Ga niet bouwen. Wat voor werk u ook doet. Of niet in het gezien of in het ongezien. Maakt niet uit. Of geestelijk u gaat bouwen. Ga niet bouwen als dit niet voorop staat in uw leven. Ik ook. Want ik meen dat ik in een paar diensten terug ook al heb gezegd. Zet opzij naar u. Zoekt in het koninkrijk van God. Kunnen goede dingen zijn. Zet dat opzij. Maar zoek eerst de liefde van God. Ja. Dit is zijn gebod dat u elkaar lief hebt. En er staat ook een maatstaf van God. Elkaar lief hebben. Zoals ik, zegt Jezus dus. Ik u lief gehad heb. Moet ik dat nog uitweiden? Hoe groot is Jezus liefde. En hoe heeft dat bewezen? Want over liefde praten is makkelijk, maar liefde geven is het moeilijkste. Maar Jezus sprak van liefde en Jezus gaf liefde. Hij voegde de daad bij het woord. En hij stierf aan het kruis voor u allemaal. Dat is liefde. Tot het uiterste. De Heilige Geest geeft Gods kracht aan ons door, om aan zijn gebod te kunnen voldoen. En het gebod van de liefde is de rode draad door dat nieuwe verbond. De tijd waarin wij nu leven, het geestelijk leven wat wij nu leiden als gemeente, maar ook ieder individueel. Dat is dat staan, leven in het nieuwe verbond. Of je wil of niet, je staat erin. In die tijd. Want het oude verbond is voorbij. Zegt ook Paulus. Maar de Heilige Geest geeft ook vrijheid. Dat staat in hetzelfde hoofdstuk trouwens. Dus dat is niet toevallig. Dat dit wordt gezegd. 2 Korinthe 3 vers 17. De Heere nu is de Geest. En waar de Geest van de Heere is, daar is vrijheid. Vrijheid door de aanwezigheid van de Heilige Geest natuurlijk. Vrijheid door de verlossing in Christus. Halleluja. O Heer, wat moeten we nog zoveel ontvangen van u. Vrijheid van het oude verbond die eindigt met de dood onder Gods oordeel. Vrijheid van schuld, van zonde. Vrijheid van de blindheid voor het evangelie van de Messias. Jezus Christus, Gods Zoon, zoals de orthodoxe Joden daar nog steeds last van hebben. Blindheid voor de Messias die al gekomen is. Het evangelie. Halleluja. De Geest van de Heere brengt vrijheid om in te gaan in de heerlijkheid van Gods tegenwoordigheid. De heerlijkheid van Gods tegenwoordigheid. Lieve mensen, ik vraag u nu al in uw hart, terwijl u luistert, en dat moet u altijd blijven doen. Dan steunt u ook de spreker. Bid om de dingen wat u raakt. Bid in dit geval om de openbaring van Gods heerlijkheid op dit moment in deze dienst. Wat lieve mensen, ook al begrijpt het niet helemaal, of misschien helemaal niet, maar dat hebben wij als gemeente, elke kerk, maar ook elke christen individueel, heeft dat nodig, de ervaring van Gods heerlijkheid.
Dat we kunnen zeggen, ja, God is goed. God is liefde. Ik denk, als u Gods heerlijkheid echt ervaart, ik ook. Ja, dan vindt u geen woorden. Om dat tot uiting te brengen. En dan heb je mensen die in een vreemde taal gaan spreken, door Gods geest geleid. Ja, ze hebben geen Hollandse woorden meer kunnen ze vinden om God te prijzen, te verheerlijken. Anderen vallen op de grond, omdat ze helemaal, mag ik het zo zeggen, met respect gezegd, verstomd zijn. Ze kunnen niks meer zeggen. De kracht in hun lichaam, hun eigen kracht, verdwijnt door de kracht van Gods geest. Dat is wat wij ook mogen ervaren. Maar veel meer moeten ervaren. En niet de uitingen, hè? Daar moeten we niet naar zoeken. Dat is niet belangrijk. Het is Gods geest. En wat Gods geest met uw leven doet, is goed. Wat er ook gebeurt. Het kan nooit verkeerd met u aflopen, nooit. Als u valt in de geest, kan nooit zo zijn dat u uw hoofd stoot aan een stoel. Vind ik. Verwond raakt. Dat lijkt me niet te rijmen. Maar misschien gebeurt het, maar ik zeg dit zoals ik het nu denk. Maar dat maakt ook verder niet uit. Als ik in de geest val, door Gods geest echt, en ik verwond mijn hoofd, nou ja, dan verwond ik maar mijn hoofd. Ja, toch? Of niet? Dat maakt mij niet uit. Of het pijn doet, dat voel je dan toch niet. Ja, halleluja. Maar goed, niet bang zijn voor wat Gods geest gaat doen in uw leven. En hij wil zoveel meer zijn kracht betonen in uw leven. Dat u uit uw dak gaat. Gemeente van God, dan moet uit ons dak gaan. En niet in dat patroon blijven. Tot het vorige moment. Tot wat u gewend bent. Het gaat er niet om wat ik gewend ben. Het gaat erom wat Gods geest met mij wil doen. En wat God met mij wil doen, gaat altijd tegen mijn gewoontes in. Ja hoor. En ik zeg, Heilige Geest, graag. Want je gewoontes begrenzen je leven. Ja, toch? Als je wilt ervaren wat je gewend bent, dan tot zover en niet verder, Heilige Geest. Maar ik zeg nee, al lang niet meer. En steeds meer zeg ik nee, oh nee, oh nee. Dan doe ik God tekort, maar ik doe mezelf ook tekort. Lieve mensen, je doet zichzelf tekort. Want er is zoveel meer om van God te ervaren als je zegt, oké, Heer, doe het maar. Halleluja, prijs de naam van de Heer. Halleluja. En dan krijgen we dit hele belangrijke vers waar eigenlijk, naar mijn idee, het hele woord omdraait vandaag. 2 Korinthe 3, vers 18. En wij allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heere als in een spiegel aanschouwen, worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld. Daar heb je die verandering van binnen, een nieuwe generatie, een nieuwe mens die nog steeds moet veranderen, van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals door de geest van de Heere bewerkt wordt. Niets vanuit de mens. Volg niet de mens. Volg God. Volg niet de pastors. Volg ook niet mij, volg God. En als u dingen hoort van hieruit, hoeft u ook niet dat klakkeloos aan te nemen. Maar ik denk wel, als u de geest van God bij u is, dan voelt u een klik. Dan hoef je niet de Bijbel op te zeggen van, klopt dat nou wel wat broeder Roy daar zegt, pastor Roy? Nee, je hebt een klik. Met, waarmee? Met Gods woord. En niet met mij, met Gods woord. Halleluja. Oké. Met onbedekt gezicht. En dat is de vrijheid van de geest die wij nodig hebben. Kan u zich voorstellen dat beeld? Dat wij volgen Jezus. En we hebben hem ooit gezien. Omdat wij, en vandaar dat moment. En we zeggen, ja, ik wil hem volgen. Dat is het moment dat je Jezus hebt gezien. En heb herkend, dat is Jezus, die ook van mij houdt. Maar dat is
die vrijheid van de Heilige Geest. Waar de Geest van de Heer is, daar is vrijheid. Met onbedekt gezicht. En lieve mensen, God weet dat ik de laatste, nou wat is het, maanden zo bid. Voor mezelf, maar ook voor u allemaal. En ik noem soms namen. En dan ga ik zeggen, die. Ik noem uw namen. U mag het weten. Wie u ook maar bent. En dan zeg ik, met mij inclusief, open onze ogen. Onze ogen opnieuw misschien. Nog meer. Open mijn oren. Opdat wij zullen horen wat de Geest tot de gemeente te zeggen heeft. Niet de pastor, de Geest. Door de pastors. Ja. Heerlijk. O Heer, ik verlang dat zo te ervaren. U ook niet. Als u dit... dat hoort en het leest, zeg ik, Heer, wanneer? Maar sterker wordt het verlangen daarna, waardoor ik wel, hoe moet ik het duidelijk zeggen, er is zoveel te vertellen van de ervaringen met God. Wat hier staat, dat is wat God belooft. En ik moet niet minder verwachten dan wat hier staat. Ik moet niet met minder tevreden zijn dan wat God zegt in zijn woord. En dat wordt steeds sterker in mij. En weet je wat daarbij dan komt? Je kent je leven, hoe het geweest is de afgelopen tijden, jaren, je leven. Maar je wordt soms getrokken naar achteren, terug. Maar nu zeg ik met meer overtuiging en met kracht tegen mezelf. Want God wil je altijd houden, tegen mezelf. Ophouden, Roy. Een streep eronder. Verder gaan. Anders schiet je niets op. Terwijl de komst van de Heer spoedig daar is. We moeten veel meer beslissingen nemen. Naar Gods woord. Dan krijgt onze auto vaart. En anders leiden we pech. Ik wou het Indonesisch woord gebruiken, maar ik doe het niet. Want ik hou er zelf ook niet van om dat te doen. Maar u weet wat ik bedoel. Dan rijden we pech. Dan gaan we sputteren. Kent u sputteren in de christen? Gaan ze sputteren. Maar het sputteren houdt in, ze lopen ten einde. En binnenkort staan ze stil. Ja. En dat wil ik niet. Wat zegt u ervan? Halleluja. Halleluja. Hoe bewerkt Gods Geest die vrijheid in ons leven? Alleen maar bidden, Heer, maak mij vrij. Geest van God, maak mij vrij. Dat is niet verkeerd. Ik wil voorzichtig zijn. Ik vraag me af of we niet meer moeten doen dan dat. Door zelfverloochening waarin de Geest ons wil leiden, kan de Geest meer vat op ons leven krijgen. Want dan, dat is logisch, want er staat ook in de Bijbel, ik ben gestorven. Dat is zelfverloochening. Zelfverloochening betekent, je bestaat niet meer voor jezelf. Met andere woorden, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Niet mijn gedachten, maar uw gedachten. Niet mijn hart, maar uw hart. Niet mijn karakter, maar uw karakter. Dat is vergeten, jezelf. Opzij zetten van jezelf. Dat is zelfverloochenen. Dus verloochenen dat je er bent, met andere woorden. Snapt u wat daarmee bedoeld wordt? Je houdt geen rekening meer met jezelf, maar houdt rekening met God. Zelfverloochenen. Matthäus 16, vers 24 en 25. Toen zei Jezus tegen zijn discipelen, als iemand achter mij aan wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis dragen en mij volgen. Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven zal verliezen om mij, Jezus, die zal het vinden. Dat is de essentie van waar discipelschap.